De automobilist van 25 uit Breda reed rond 3:30 vannacht via de Hoge Brug het centrum in. En dat is verboden uitgaansgebied. Hij reed in de richting van de drukke havenmarkt. Daar surveilleerden op dat moment agenten te paard. Ze gaven een stopteken, maar daar reageerde hij niet op. En vervolgens reed hij het centrum weer uit. De automobilist kwam vanaf de Hoge Brug daar hier richting deze taxistandplaats. Hier werd hij klemgereden door de politie. Hij probeerde nog te ontkomen, reed daarbij tegen een taxibusje en twee politiebusjes. En op dat moment schoot de politie hem neer. Die man is gewond geraakt. Die is overgebracht naar het ziekenhuis en opgenomen op de intensive care. Het laatste bericht is dat hij in elk geval niet in levensgevaar is. En hij is gewond geraakt door de schoten? Hij is gewond geraakt door één of meerdere schoten, ja. Eén of meerdere? Ja goed, dat is ook verder nog in onderzoek en daar kan ik op dit moment niet op vooruit lopen. Recht tegenover de taxistandplaats woont Martin van der Giessen. Hij werd wakker door herrie op de straat. Mensen stemmen, gillen en ik hoorde een klap. Ik keek naar buiten, het eerste wat ik dacht is dat is een vechtpartij. Omdat iedereen uit elkaar stoof. En vervolgens zag ik die auto die dus beschadigd was. En de politieauto's die hier schots en scheef stonden. En toen zag ik ook dat er een man vastgepakt werd, die uit de auto gehaald. Die werd tegen de weg aan geduwd. En toen besefte ik van ja, hier is wel meer aan de hand. Zag je of de man gewond was? In eerste instantie niet. Maar toen de ambulance kwam en toen ik ook was die iets rustiger geworden. En toen hoorde ik hem ook wel, toen die dus op de brancard gelegd werd, toen hoorde ik hem ook wel kreunen en toen zag ik wel dat hij dus gewond was. Op een zaterdagnacht is het in het centrum erg druk met stappers. Het is volgens de politie een wonder dat door de dollemansrit van de man geen gewonden zijn gevallen. Waarom de man als een dolle heeft gereden is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.